Oh. En meneer nog? Oh ja. Hoi, daar ben ik weer. Julia, de baanbereikknopper. We hebben vandaag een superleuke actie, want morgen is het moederdag. Dus vandaag gaan we bij de opgegeven moeders een plantje bezorgen. Sta je naast Marco? Wat gaan we vandaag doen? Nou, we zijn vandaag begonnen met 500 planten uit te delen in Leiden-dorp en de omgeving. En inderdaad, moeders die thuis zitten, het huis niet uit mogen in verband met de coronacrisis of andere omstandigheden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om het ook weer op die manier te doen. Zeker. Want hoeveel plantjes zijn er? 500 stuks geven we weg vandaag. Wow, nou dan ben ik wel even bezig. Dan ga ik snel verder, want dan moet ik beginnen. Prima, heel veel snel, ik ga. Kijk, kaartje erin. Lieve mama, jij brengt kleur in ons leven, net zoals dit plantje. Liefs Marianne en Chris. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, even zwaaien. Weer een moeder bijgemaakt. Snel door in mijn karretje. Zo, dicht. Motor starten. En op naar het volgende adres. Volgens mij niet thuis, dan zetten we hem gewoon voor de deur. Ook een leuke verrassing als je thuis komt. En ik ga nu onderweg naar nummer 165. Naar de volgende, nummertje 68. Bloemetjes zijn van Tim. Ja, nou helemaal goed bezig, Tim. Ja. Hartstikke bedankt. Doeg! Je bent de beste moeder ooit. Liefs, Hidde en Jort. Ik hou van jou. Kus, kus, Emma. Dat was het weer voor vandaag. Het karretje is leeg. We hebben heel veel moeders blij gemaakt. Het was echt een geslaagde actie. Ben ik nou bij jou voor de deur geweest? Maak dan een leuke foto met degene die jou heeft opgegeven. Of alleen met je plantje. En laat weten wat je ervan vond met de hashtag Baanderij. Doei doei, tot volgend jaar!